Surinaamse kustwacht legt het werk neer. Vrouw met drugs opgepakt in São Paulo. Uitgeholde planken vol met cocaïne in de haven aangetroffen. En militaire banden worden weer aangehaald. Goeiedag. Dit is RegioNieuws TV Suriname van 25 november 2021. Op deze mooie feestdag toch nog nieuws. De Surinaamse kustwacht legde vannacht het werk neer. Dit betekent onder meer dat de veiligheidszone, die voor de onafhankelijkheidsdag is ingesteld, langs één zijde volledig open en onbewaakt blijft. De veiligheidszone moet voorkomen dat niet gevaccineerde personen binnen een straal van enkele kilometers komen van de officiële gasten tijdens de herdenkingsactiviteiten. Het personeel van de kustwacht ging om middernacht in staking. Men eist dat de veiligheid op de schepen beter wordt. Ook het salaris moet omhoog. Overuren en toelagen moeten in orde worden gemaakt en de werkers willen voortaan op tijd worden betaald. En dit zijn nog maar enkele van de punten waar het personeel mee zit. Aldus de voorzitter van de vakbond in Suriname, Harold. De mensen zijn nog het meest boos om de slechte communicatie met de werkgever. Wanneer ze als individu klagen bij de leiding, worden ze daarvoor gestraft. De directie reageert niet op schriftelijke klachten en de mensen blijven dan ook in staking tot ze worden ontvangen door waarnemend directeur Raju Bola. De veiligheidszone grenst aan één zijde over een kilometer of twee aan Suriname. De drukbevaren rivier die loopt tussen Paramaribo en Meerzorg. De kustwacht had vandaag moeten zorgen dat het verkeer op de rivier niet te dicht bij Paramaribo komt. En zoals het er nu uitziet, zullen niet-gevaccineerden dus gewoon langs de waterkant de bekende boulevard kunnen varen. Een Surinaamse vrouw viel dinsdag op de internationale luchthaven van de Braziliaanse stad São Paulo op, toen ze iets in haar kleding leek te stoppen. Bij de controle op Guarulhos Airport bleek dat ze bijna 6 kilo cocaïne op haar lichaam te hebben. De vrouw was op doorreis naar de Verenigde Arabische Emiraten. De 45-jarige vrouw had 14 condooms met cocaïne in haar BH en 4 wikkels geplakt tegen haar lichaam. Ze zou hiermee via Ethiopië reizen naar de Emiraten. Op dezelfde dag werden nog 2 personen aangehouden op de luchthaven van São Paulo. Ze hadden ongeveer 30 kilogram cocaïne bij zich. Woensdag werd opnieuw een partij drugs onderschept door de Dr. Jules Sedney haven in Paramaribo. In dikke, uitgerolde planken lagen honderden kilo's cocaïne verstopt. Online circuleren gelekte foto's van de onderschepte partij. De nieuwe haven, zoals de Sedney haven in de volksmond wordt genoemd, heeft bij drugsproducenten de voorkeur voor de verzending van grote partijen. Met enige regelmaat worden hier vrachten van honderden tot duizenden kilo's onderschept. In veel gevallen wordt niet duidelijk wie de eigenaren of verzenders van de drugs zijn en wordt er zelden gerapporteerd wat de uitkomst is van het onderzoek naar deze verschepingen. Suriname trekt de militaire banden met bevriende landen weer aan. Vandaag, bij de 46e herdenking van de geboortedag van de Republiek, defileren Nederlandse militairen mee met hun Surinaamse collega's. Dinsdag bezochten Amerikaanse legerofficieren de Surinaamse defensieminister Krishna Mathura. De Amerikaanse militaire delegatie is op werkbezoek in Suriname. Naast militaire uitwisselingen doen de Amerikanen ook humanitaire activiteiten. Zo wordt gratis medische zorg verleend en worden gebouwen gerenoveerd. Eerder dit jaar waren er ook al hoofdofficieren op werkbezoek als onderdeel van het State Partnership Program. Dit programma verbindt Amerikaanse staten en partnerlanden ter ondersteuning van wederzijdse belangen, schrijft de South Dakota National Guard op haar website. Het doel van het programma is om brede vriendschappelijke banden tot stand te brengen tussen partnerstaten en partnerlanden op alle niveaus van de samenleving, waarbij de Nationale Garde wordt gebruikt als katalyserende kracht en steunmiddel. In juli overhandigde stafchef admiraal Yvette David symbolisch een nieuw veldhospitaal aan president Chan Santokki. Het ziekenhuis moet Suriname helpen de strijd aan te gaan tegen COVID-19 en andere noodsituaties op gezondheidsgebied,
maakte de US Southern Command destijds bekend. Dit was Regio-Nieuws TV Suriname. Heeft u nieuws voor ons? Stuur uw berichten en eventueel samen met foto's en video's naar onze redactie. Het e-mailadres suriname@regionieuws.tv. Dank voor uw aandacht, een fijne residentie en blijf vooral gezond.